Nou, de minister zegt in haar brief dat ze geen landelijke helmplicht wil. Nou, daar vraagt Amsterdam ook niet om. Wij willen maatwerk. Wij willen een helmplicht daar waar het probleem ook is. En dat is in delen van Amsterdam. En daar voeren we nu met het departement hele constructieve gesprekken over. Ja, de minister schrijft in de brief dat het eigenlijk niet mogelijk is om die helmplicht in te voeren, omdat dat landelijk zou moeten gebeuren en ze dat niet wil. Dus het kan eigenlijk niet in heel Amsterdam. Nou, de minister schrijft ook iets anders. Die schrijft dat het wel mogelijk is om de wet zo aan te passen dat je lokaal helmplicht kan invoeren. En dat is precies wat Amsterdam wil. Maar krijg je dan niet een soort van enorme chaos? Want dan moet iemand zonder helm op pad, dan op een gegeven moment zijn helm opdoen, de rijbaan op, de rijbaan weer af, helm weer af. Ja, dat is ook niet wat u wil. Nee, daar moeten we het slim doen. En hoe dat precies moet, daar moeten we nog over in gesprek. Maar het is duidelijk dat je niet helm op, helm af, helm op, helm af je reis kan voortzetten. Dus we moeten de afbakening zo kiezen dat die logisch is voor de scooterrijder te behappen, maar ook voor de politie goed hanteerbaar.